computer. En het woord computer, dat weet natuurlijk iedereen, dat zegt jullie een beetje te vervelen, maar dat komt uit het Latijn, van computare. Dus ik heb computario, dat betekent ik wacht. En dan heb je computara, dus jij wacht. En computarion, wij wachten. Op een computer moet je altijd wachten. Nou, dit was dus echt niet waar, wat ik net zei. Het is gewoon absoluut niet waar. Gaan we naar de Latijnse boekhandel en gaan we kijken. Maar computare is niet het Latijnse woord voor wachten. En computario, dat is op zich correct Latijn. En dat is video. Maar voor de rest is het helemaal niet waar, wat ik net zei. En vanaf nu hou ik daarmee op. Dus nu gaan we gewoon serieus doen. Dit is gewoon aflevering nummer 57 van de nieuwsuitzendingen. En we pakken weer dat hekele onderwerp op van Jezus en de samenzwering. En in de vorige uitzending, dus de eerste uitzending, hebben we het gehad over het begin. We hebben ook een beetje gehad over het einde. Ik neem alles nog eventjes in het kort door. Want er zijn ook mensen die haken nu pas in en die hebben geen zin om naar die eerste uitzending te luisteren. Die zeggen, nou Perry, doe een beetje kort en vertel me alles in één keer. Nou, in het begin hebben we dus de vorige uitzending over gehad, over de onderbouwing van ethisch gedrag. Dus waarom moet je als mens, en misschien juist als mens, misschien ben je als mens wel extra opgeroepen om je ethisch te gedragen. Waarom moet dat? Nou, daar hebben we het gehad over Jezus. En of Jezus nou echt aan eikenhout hing, of dat het beukenhout was. En trouwens, wat voor spijkers waren dat eigenlijk? Ik zal nog een waarheid vertellen van... Dat is wel een hele leuk hoor. Dat is een grap, hè? Met gewoon een ware grap. Hè? Dus, dat is een firma van spijkers. Hè? En die hadden dus een reclamecampagne opgestart. En hadden ze dus Jezus aan het kruis. Hè? En dan hadden ze eronder als motto. Want dan praat je dus wel over het halverwege de 20e eeuw. Snap je? Dus we hebben al iets van 20 eeuwen Jezus achter ons kanus. Hè? En die firma die dacht van kom, daar ga ik even bij stilstaan. En dan hadden ze dus die afbeelding met Jezus, met die spijkers. En eronder stond als spreuk, dankzij de spijkers van Leeuwen hangt hij hier al eeuwen. Nou krijg je natuurlijk gesodemieter mee met de kerken. De kerk ging zeggen van, dat is ons auteursrecht en jij een beetje... Ja, en toen zei die spijkerfabrikant van Leeuwen dus, hè, die was die oude van Leeuwen was dat, hè, die aanstichter, hè, gewoon de hoofd van de familie, hè, de paterfamilias. Hè. En die zeiden ze, dan kap ik die campagne, ik luister gelijk naar jou. Hè. Maar mag ik dan een leeg kruis als beeld gebruiken? En die bisschop, die priester, die schrok zich helemaal de pletter. En wat een leeg kruis is van het protestantisme. Dus, en er werd een gekakel erboven. Het werd goedgekeurd. Nou, hij mocht het gewoon doen. Dus die oude van Leeuwen, die heeft een nieuwe reclamecampagne opgestart. En dat was gewoon een leeg kruis. En eronder stond de tekst. Nou is hij omlaag gepleurd. En met spijkers van Leeuwen was dat nooit gebeurd. Om even ons standpunt te bepalen. Niet te onhumoristisch. In het begin van de 16e eeuw, toen de boekdrukkunst echt al een beetje stoom aan het maken was, en
dat is dus 200 jaar na het begin van de 14e eeuw, toen de eerste protestantse geschriften kwamen. Wycliffe en Hus. En toen kregen wij Maarten Luther. Maarten Luther was een katholieke priester. Die was gewoon inkraut. En hij heeft zich geel en groen geërgerd aan het feit dat de katholieke kerk zich bezighield met criminaliteit. Ze keken bepaalde dingen door de vingers. En dat staat natuurlijk haaks op een Jezus die, zoals ik in de vorige uitzending heb uitgelegd, een soort neo-boeddhisme vertegenwoordigt. Boeddha zag ook van alles door de vingers, maar die keek wel door zijn vingers heen. Hè? En de katholieke kerk, die ging zo ver dat ze misdadigers, mensen van wie de omgeving wist dat ze echt hele stoute dingen hadden gedaan. Gewoon stelen, verkrachten, zeg maar. En dan zei de katholieke kerk, ja, maar hij heeft ons 500 dukaten gegeven, dus dan zit het wel snor. Dat is niet zo'n fijn overheidssysteem. Vind jij zelf wel? Dus het betekent gewoon, je gaat gewoon eerst een bank beroven. En dat geld moet je eventjes stashen, even opbergen. En dan kan je vervolgens gaan gebruiken om nog veel gemeenere misdaden uit te vreten met toeweten van de priester. Want je hebt een contract voor je misdaad. Want als je maar aan de paus betaalt, dan kom je er goed af. En dan kan je tegen me zeggen, Perry, jongen, je zit een beetje te zeuren over vroeger, maar praat over het heden. Nou, en dan zou ik tegen jou willen zeggen, jongeling, bestudeer je eens de Vietnamoorlog. En hoe het ook alweer zat met die Ustasja in Kroatië. Door de paus is springlevend. Dit gedachtegoed is springlevend. Levend. Het heeft het nog nooit zo goed gehad. Prinses Maxima heeft momenteel alleen nog maar te klagen over het feit dat ze de toegangscode van de wifi-connectie nog niet weet als ze arriveert in Leg of zoiets. Nou, die van Leg heeft ze denk ik wel opgeslagen, maar is ze hem misschien weer kwijt. Maar dat is haar grootste probleem. En meer problemen heeft ze volgens mij niet. Als het met een groep goed gaat, is dat onze elite. En dat is dubbelspraak, wat ik net zei. En dan mag je mij op afrekenen. Maar dan wel een beetje onderbouwd, AUB. Want ik bedoel natuurlijk wel een beetje het grapje van doublespeak. Maar de elite is natuurlijk het rijkste. Dat is vanzelfsprekend zo. Dus dat zegt niks. Beledigend naar koning Willem-Alexander. Die arme man. Die prins Pils. Met zijn gele gordijnen. En dan. En Maxima. Je mag er gewoon niks over zeggen. Maar als ik Maxima zie. Dan denk ik gelijk. Aan polygamisme. Het is niet. Het is niet. Ja, maar goed. Hou het er maar op. Ik hou meer van die beetje brunettes. En dan liefst Joods bloed. Gewoon Joodse brunettes. Maar ja, zie er maar eens om te komen. Dat is tegenwoordig niet meer zo gratis hoor. Dat was vroeger trouwens ook niet. Joodse brunettes, dat is gewoon het ding, toch? Of heb ik het nou weer verkeerd geleerd? Goed, om op het onderwerp te blijven. We waren dus terug
bij Luther. En die spijkerde in het begin van de 16e eeuw een aantal stellingen tegen de katholieke kerk op een deur van een van hun gebouwen. Waarschijnlijk een gebouw waarin hij zelf vaker stond te prediken. En wat hij toen ging doen, en dat is op zich, is daar iets metafysisch, filosofisch op aan te merken. Hij begon een protestbeweging. En wat hij dan voorstelde, van dan maken we een nieuwe kerk, en dan gaan we nog steeds iedere week allemaal komen. Maar dan doen we niet meer aan aflaten en dat soort gekke dingen. En geen Jezus-koekje meer eten. En de vraag is natuurlijk of hij echt het eten van het Jezus-koekje af heeft geschaft. Is ook niet zo belangrijk. Wat ik vervelend vind aan Luther, om er gelijk bij het punt te komen, dat hij heeft een werkje geschreven, een essay, en het was uitsluitend gericht tegen het Joodse volk. Want als je maar Joods was, dan was je kut. Nou, dan ben je mij gewoon een beetje kwijt. Dan ben ik je gewoon, dan weet ik niet meer waar je het over hebt. Friedrich Nietzsche, die heeft alleen maar met prijzende woorden geschreven over het Joodse volk. En dat mag wel, dat was best wel stout wat hij allemaal schreef. Ja, Friedrich Nietzsche was er niet om ons te troosten. Friedrich Nietzsche was een clown en die Joden die prezen helemaal de hemel in. En dat hoor ik liever over de Joden. Dan dat gezeur van Maarten Luther. Ik heb die PDF heb ik opgezocht. Echt gedownload en hij heeft het echt opgeschreven. Belachelijk. Wat je inmiddels hebt, dat zijn christelijke groepjes, maar dat is echt ontzettend dispers, ontzettend verdeeld. Kleine eenheidjes. En dat is er overgebleven van Jezus momenteel. Gewoon geen drol meer van over. En ook die protestanten, die weten helemaal niet waarmee ze bezig zijn. En die protestanten, die hebben dus inmiddels, is dat, even rekenen, hebben een concilie gehad in Vaticaanstad. Dat is het concilie van het Vaticaans concilie. En dat was in 1962 tot en met 1964 of zo. Die lui die nemen er echt de tijd voor. Hè? Lekker voor zitten, allemaal, allemaal een koekje. Een beetje drinken. De hele protestantse beweging die is over. Heb je niet meer aan terug te vluchten. Was leuke zedigheid. En daar heb je mee gehad. Ze zijn allemaal, hebben ze zich gebogen voor de katholieke kerk. En de katholieke kerk is absoluut geen Jezusdom of christendom. Zoals Martin Luther, want Martin Luther zijn werkje dus over Joden vind ik niet zo heel erg goed. Mag je dan begrijpen en als je zelf Joods bent hoef je mij daar niet meer om te eren, dat gaat mij helemaal niet om. Als hij zo'n lelijk werkje had geschreven over de Oost-Indische neger had ik dat ook kut gevonden. Het was gewoon een stom racistisch werk. Ik doe heel even pauze, dan gaan ze daar door. Ja, ik pak hem weer even op. Met Maarten Luther
ontstond er dus een protestbeweging. En wat ik net zei, is dat Martin Luther op zich het begrip kerk in stand wilde houden. En een soort afschuw had van Joden. Iets waarvan ik zelf denk, waar is dat voor nodig? Want waar heb je een kerk voor nodig? Je kan natuurlijk zeggen, ik maak een hele sobere kerk. Je bleef het gewoon houden. Dat je hoorde bij de kerk. En dan mocht je meedoen. En als je niet bij de kerk hoorde, dan mocht je niet meedoen. Maar dat is niet vriendelijk. En dan kan je zeggen, ja, maar Jezus was ook streng. Ja, dat was hij ook wel. Maar op die manier, dat zou ik niet weten hoor. Want volgens mij ging Jezus gewoon om met prostituees. Hoeren, als je dat woord prostituee niet kent. En belastinginners. En daar had hij ook ruzie mee hoor. Met geldwisselaars bijvoorbeeld had hij ruzie. Maar een belastinginner, daar ging hij dan gewoon mee om. Maakte hem niet zoveel uit. En dat is maar goed ook. Want anders was hij nooit de zoon van God geweest. Of kunnen worden. En Jezus sprak over zijn medemensen, inclusief zijn vader en zijn moeder. De hele meute om hem heen noemde hij broers en zusters. Dat wordt moeilijk begrepen van hem. Maar hij was in feite tegen het gezin. Dat idee van, ik ben een zoon van mijn vader, dus ik moet ook timmerman worden. Dat was voor hem niet nodig. Jezus ging zijn eigen gang. En hij heeft ook ergens iets gezegd van, ik zal iedere zoon opzetten tegen zijn vader en iedere moeder, iedere dochter tegen haar moeder ofzo. Ik pak er nou geen Bijbel bij, joh. Ik kan het allemaal zelf gaan opzoeken. En Jezus, dat was het karakter, de essentie van Jezus. En waarom daar zo ontzettend veel geld aan verdiend kon worden. Dat is omdat dat karakter klopt. Het is een oproep aan ons allemaal. Inclusief de vrouwen. Inclusief de kutjesdragers. De onwelriekende gleur. Nee, de onwelriekende gleuf. Brigade. Zo moet je het zeggen. De onwelriekende gleufbrigade is eveneens opgeroepen. En dat staat allemaal in de Bijbel. En dat die vrouwen een dagje later komen, dat maakt niet uit. De laatste zullen de eerste zijn. Maar kutomo's, daar hebben we hem niks aan. En een kuthomo, vragen jullie waarschijnlijk af van, ja, wat voor taalgebruik is dat? Kuthomo, dat kan toch niet? Dat is toch gewoon een heteroseksuele vrouw? Nou, zeg ik dan, je hebt twee soorten kuthomo's. Dat is namelijk, los van de gewone homo, er zijn gewoon mannen die worden gewoon doodmoe van vrouwen. En ze willen wel seks. Wat kunnen die mannen doen? Dan kunnen ze gewoon zich gaan uitleven op een elektrische stier of zo. Dan krijgen ze een beetje prostaatmassage. Of ze nemen gewoon heel decent een fijn ventje. En dat zijn gewoon homo's. Non-masturbators of zo. Die hebben altijd per se een ander nodig bij de seks. En
ja, net als ik zijn ze tot ontdekking gekomen van dat het begrip seks en vrouwen. Ja, behalve dat je er kinderen van kan krijgen, dat is wel erg leuk. Maar je moet een partijtje seks hebben met een vrouw voordat je daar een keer een kind van krijgt, hè? En die vrouw moet zeggen: beter oefenen, beter oefenen. Ik lig toch op mijn rug, ik lig toch op mijn rug. Ik heb mijn knieën toch van elkaar. En waarom ben ik nog niet zwanger? Die vrouwen maar zeuren. En Jezus was er ook zo een. Die had het helemaal niet op met vrouwen. Geen enkel verhaal bekend van: oh, en Jezus die liep terug van het meer van Galilea en hij kwam terecht in een orgie van lekkere blonde slavinnen. En heeft hij zich uitgeleefd. En al die blonde slavinnen dachten: wie was dat? En Jezus zei: ik was het. Kijk, dit verhaal is dus niet waar. Het is gewoon niet gebeurd. Er staan geen verhalen over Jezus en seks in de Bijbel. Punt. Jezus was er veel te streng voor. En voordat je hem nou gelijk begint uit te schelden, Nikola Tesla ging ook niet om met vrouwen. Dat wil zeggen, net als een. Hij gaf ze misschien wel een hand. Dat zou wel kunnen. Maar ja, als vrouw had je geen enkele kans dat je de hand van Nikola Tesla beet had. Dat je hem dan mee kon sleuren. Waar al die Mohammedaanse mannen zo bang voor zijn. Nikola Tesla was in die zin denk ik niet bang voor vrouwen. Maar hij bleef er wel met zijn tengels vanaf. De buurt bleef mis. En het geldt helemaal niet voor mensen wiens ballen wel of niet afgedaald zijn. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Het heeft ermee te maken dat je een zelfstandigheid hebt. En de zelfstandige mensen, dat zijn de kinderen van God. En je kan zelfstandig zijn met een stok. Dus ik zeg: nou, doe mij maar een stok. En dan ben ik zelfstandig. Je kan ook zeggen: doe mij maar een hond. En dan ben ik zelfstandig. Kijk, ik heb in de buurt heb ik een meisje gezien lopen. Het is jaren terug. En haar moeder had haar een blinde geleidehond gegeven. En dat was nodig ook, want die was echt zo blind als een poes. En ze haatte die hond. Ze vond het een kuthond. Ze haatte de moeder omdat ze die blinde geleidehond had gekregen. Die dingen kan je allemaal zien als je oplet. We zijn allemaal een beetje teleurgesteld in het leven. En niet in de minste plaats mevrouw Maxima. Laat staan haar schoonmoeder. Zou jij Maxima willen zijn met zo'n schoonmoeder? Meen je dat werkelijk? En je hebt met z'n drieën, dus samen met je man. Je komt uit Argentinië hier naartoe, hè? En dus samen met je man ben je en je schoonmoeder getuige geweest dat iemand probeerde een Suzuki. En was die nou, die was toch zwart of zo? En er was dan een oud beveiliger. En die werd tegen de obelisk aangereden. Althans, dat was het plan. Je zal er maar tussen zitten. Hoe blij denk je wel niet dat als je. En trouwens, dat geldt niet alleen voor Maxima, maar er zijn er heel veel vrouwen die gewoon. Dan ben je wat ouder. En dat je gewoon lekker, net als juffrouw Doddeltje, ga je gewoon lekker je moestuin onderhouden. En er is altijd wel een man in de buurt en die brengt een stukje spek of zo. En je ruilt wat tomaten voor wat pasta. Zo kan je ook leven. Maar zo kan je alleen maar leven
als je dankbaar bent voor je leven. En dan kan je zo leven. En zolang wij blijven mopperen, secu sodomieteren, Sodom en Gomorra, sodomieterij, gewoon een eikelige dingen doen, secu morren, gemorren, het gemorren. Iedereen die maar zo'n beetje klaagt. Nou, al die homo's, ik vind het wel veel homo's hoor tegenwoordig. Ja, zul er niet zo over, man. De homo's sterven vanzelf uit. Homo's zijn helemaal geen probleem. En God, mijn vader, hè? Dus ik heb een biologische vader, maar ik heb ook een vader. Ja, mijn vader die doet dat soort dingen. Dus het zet je gewoon allemaal in. Zo is die. En die Mohammedanen die brullen hun kelen schor met te roepen dat mijn vader groot is. En ik zou zeggen van nou, dat is nog iets te weinig om aan te duiden hoe die is. En dat is mijn eigen beeld van mijn vader. Dat is gewoon persoon. Maar mijn vader is niet groot. Mijn vader is niet erg groot. Hè. Mijn vader is erg tot de macht Google keer groot. En dat tezamen tot de macht Google. Denk ik. Maar nog een machtje Google eroverheen, zou ik zeggen. Ik zou 3 machten Google over groot heen zetten. In combinatie met natuurlijk de term erg groot. Mijn vader, die wil je in principe niet leren kennen. Zoals Jezus zei, als je de Vader wil leren kennen, kom dan eerst naar mij. En dan hou je er wel mee op. Jezus is degene die ons vertelt dat ons leven, wij hangen iedere dag aan het kruis. Dat wil zeggen, degene onder ons die nog in leven zijn. Kijk, dode mensen kan je gewoon aan het kruis spijkeren, maar die merken er helemaal niks van. Dan stel ik je lijken, een ram in je spijker erheen, dankzij spijkers van verleven hangt hij hier al leven. Wordt vast wel een leuk dingetje. Maar die mensen voelen niks. Maar jij en ik. Wij zijn in ons dagelijks leven, voelen wij die beperking. En je zou wel anders willen doen, maar dat kan niet. Je bent gewoon vastgespijkerd aan het kruis. En dat is je besef. En dan moet jij terugkeren en je moet in jezelf blijven. En je moet beseffen dat je hangt weliswaar aan het kruis, maar er zijn ook in het verhaal van de kruisiging. Aan de ene kant, daar hing, heet hij nou Barabbas, maar dat doet er ook helemaal niet toe. Nee, dat zal vast een foute naam zijn, dat doet er ook helemaal niet toe. Maar aan de ene kant hing iemand en daar kon Jezus nog een praatje mee maken. Aan de andere kant hing ook iemand en daar viel geen praatje mee te maken. En toen was Jezus overgeleverd aan zijn lot. En zo is het voor jou ook. En ga het niet lopen ontkennen. Ga niet lopen beweren dat MTV de laatste tijd echt een stuk beter geworden is. Want het is het gewoon niet. Je bent echt, jij als jij jonger bent dan ik, je bent ontzettend beperkt in je mogelijkheden. En je hangt gewoon aan het kruis. En dat is je Christus bewustzijn. En je kan die omgeving niet veranderen. Behalve natuurlijk dat je die wel kan veranderen.
En dat is de evolutie. Die zogenaamde elite. Nou, je mag ze niet zogenaamd noemen. De elite. Laat ik ze zo lief mogelijk aanspreken. De elite. Die denken de wijsheid in pacht te hebben. De waarheid in pacht. En voor 98% hebben ze daar zonder meer gelijk. Het punt is dat ze geen 100% gelijk hebben. En dat hadden ze wel moeten hebben om die rol te vervullen die ze vervuld hebben. Als je kinderen wil gaan laten afslachten, vindt mijn vader dat in principe... Nou, laat maar kijken wat er gebeurt. Maar ze hebben hun hand overspeeld. Ze hebben kinderen afgeslacht, ze hebben havoc gemaakt, ze hebben Satan voor de gek gehouden, als ik eventjes zo vrij mag zijn. Ze hebben een dansje gemaakt met Shetan. En ik denk dat bij de eerstvolgende controle van de grote Übersturmfuhrer, dan zijn ze weg. Ze worden gewoon weggevaagd. Maar dat kan nog een tijdje duren. Ik ga daar geen voorspelling over doen. En dan moeten jullie ook niet doen. Je moet niet denken van, oh, maar Perry heeft gezegd dat het gaat gebeuren. Nou, ik pak even mijn rekenmachine. Het is vast 13 gedeeld door 7 plus pi. En dan natuurlijk keer het aantal dagen, maanden, weken. Net zolang dat je uitkomt op je verjaardag. Kijk, en dat mag wel. He, dat is eindig. Je weet een hele mooie formule op te stellen van het einde van de wereld zoals we die nu kennen. En dat willen we. Want de wereld waarin we nu leven, die willen we niet. Dat is gewoon no-go. Het is gewoon Auschwitz all over the place. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb een kind bij elkaar gefokt. Als ik even een beetje plat mag praten. En daar heb ik geen spijt van. En ik schaam me er ook niet voor. Aan de andere kant, ik heb dat kind wel ter wereld gebracht... In een omgeving waarvan ik toen dacht van nou, dus waarom niet? En waarvan ik nu denk, waarom wel? Waarom zou je hier in Nederland een kind ter wereld zetten? Want, die kan mooi uitgebeend worden en in het IJsselmeer geflikkerd of zo. Wat voor een overlevingskans heb je hier in Nederland? En vluchten, dat kan niet meer. We kunnen niet meer. Wij zijn weggevlucht naar Zuid-Afrika. We zijn weggevlucht naar Noord-Amerika. Het heeft allemaal geen enkele zin gehad. Ze hebben alles geïnfiltreerd. En het enige wat wij kunnen doen, dat is wachten op de belofte die in de Bijbel staat. Waarin God belooft, van maak je nou geen zorgen... Ik kom eraan. Maar hij wil echt het onderste uit de kan. En waarom niet? Wat is er mis met een God die iets wil? Hij wil het onderste uit de kan. Nou, dat kan hij krijgen, toch? En wij zijn zijn kinderen. En alle mensen om ons heen, dat zijn onze broeders en zusters. En dat maakt niet uit of ze een hoofddoek hebben, of een petje, of... Maak geen donder uit, een oorringetje. Nou en? Denk je dat God dat erg vindt? Maar maak hem het uit. Hij wil gewoon duurzaamheid. En hoe zit het in elkaar? En hij zit opgescheept met een stelletje idioten. En dat zijn de baby's. Zo heten die mensen van oudsher. He, dus als een mens geboren wordt, dan ben je een baby. En de baby, als hij ergens last van heeft, dan gaat hij gewoon zeuren. Nou, de baby, dat heeft zich als concept voortgeplant. Jezus heeft om die reden volgens mij ook gezegd.
laat de baby's tot mij, nee, laat de kinderen tot mij komen. En hij heeft ook gezegd, wees als een baby. Gewoon om mensen kennis te laten maken met het feit dat er mensen zijn die zich als een baby gedragen. En zo gauw ze maar iets niet bevalt, is het tette. En die heb je dus op individueel niveau en die heb je op corporatief niveau. En Jezus zei, stuur die patiënten naar mij toe. En Jezus zei ook, verdiep je in het wezen van die patiënt. Heb uw vijand lief. Dat is de oplossing. En dan Boeddha waarschuwde voor hechting. Jezus vertelde, als jij verwacht dat jouw moeder, omdat ze jouw moeder is, moet ze maar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, moet ze maar het hele alfabet? Nee, natuurlijk niet. Je moeder die was gewoon dronken die avond of zo. Leer mij de wegen van God kennen. Of het was wel allemaal goed bedoeld dat je moeder dacht van ja, we zijn de hele week vegetarisch geweest en nou Henk, we gaan het vanavond doen. Ja, toen ben jij geboren. Dat is misschien nog veel vervelender. Misschien was jij wel liever bij elkaar geneukt dat je moeder gewoon helemaal Lazarus in de bed lag en eindelijk een knieën een beetje van elkaar, zodat je vader een beetje toegang had. In plaats dat je dan bij elkaar geneukt was in een tentje ergens op een stomme camping. En je moeder zo'n beetje de knieën tegen elkaar van, oh Henk, niet te hard hoor, want anders ga ik schreeuwen. Anders ga ik schreeuwen, wel voorzichtig hoor, van oh. Hoe wil je bij elkaar geneukt worden? En ik bedoel dit niet grof, hè? Dat snap je wel. Zo. Voor 8 jaar en ouder. Maar je wordt bij elkaar geneukt. En de andere oplossing is, dat is belachelijk, die bestaat helemaal niet. Maar dan kan je in vitro, dat betekent achter glas of in glas. Dus een vitrine, dus een voorkant van een pui van een winkel. Glas. In vitro, ja. Waar ben je dan? Wat hebben je ouders met elkaar te maken? Dat is vraag nummer 1 natuurlijk. Want jij bent geboren en je denkt, oh, mijn ouders hebben wat met elkaar te maken. Ja, waarom? Nee, idioot, lul dat je bent. Je moeder is zwanger geworden. En je vader was besopen of weet ik veel wat. Ik zeg maar wat. Je vader was op reis geweest en die kwam terug helemaal horny. En toen was hij uitgeneukt en toen keek hij naar je moeder en toen dacht hij, gadverdamme, wat een lelijk wijf. En toen was je moeder zwanger. Ja, en toen begon de hele rit. En toen zat je vader vast aan dat lelijke wijf. En zo is het gewoon. Dat kan gewoon zo zijn. Want er bestaan lelijke wijven. En je vader die was dus gewoon... Ja, die was op zo'n congres geweest. Die had alleen maar vruchtensap gedronken. Maar die kwam helemaal met een hele dikke ballen kwam die terug. Die denk ik ga er overheen. En toen pas daarna. Toen zag hij het. Toen denk ik, gadverkut. En toen kreeg je vader een beetje hekel aan het leven. En jij dacht dat je vader een hekel kreeg aan jou. En zo komt hij waarschijnlijk dan nog steeds over. Tenzij die inmiddels begrijpt dat het allemaal zo erg niet is. Omdat hij jou als kind heeft. En dan scoor je bovenin. Namelijk de grote bankrekeningen. Je moet je kinderen goed opvoeden. En als jij goed opgevoed bent. In die zin dat je er wat van hebt weten te kunnen maken. Dan prijs je dus je voorouders. Je ouders en grootouders en enzovoort. Je moet er wat van zien te maken.
En heb je maar geen. Maar wie heeft ze wel? Wie heeft er nou goede ouders? Ouders. Ouders, Amsterdams. Wie heeft er nou goede ouders? Wie heeft er nou goede ouders? Wie heeft nou een moeder waarvan die zegt: ja, maar dat is echt een goede moeder. Helemaal niet waar. Dat kan helemaal niet. En dat komt omdat wij drommels goed weten hoe wij met onze kinderen om moeten gaan. Dat weten wij echt heel erg goed. En dat zit bij ons van binnen ingebakken. Je mag, van mij betreft, mag je God de grote klootzak noemen. Dat vind ik echt geen enkel probleem. Maar noem God geen klootzak. Want God is geen klootzak. Dat is hij gewoon niet. Hij is echt een, op zijn minst een slimme klootzak. Als geest. Hè? Zoals wij God zien. Of zoals de Arabieren zeggen, Allah. Voor Allah gelden heel erg veel woorden. En al die woorden zijn allemaal hetzelfde. Daar hebben de Arabieren gelijk in. Ja, dat is een mooie parel die ze gevonden hebben. En zo is het. Mijn vader is verantwoordelijk voor alles. En een goede lezer, ook al is hij geboren in Libië, dat maakt geen donder uit. En zijn hoofdtaal was Arabisch, dat maakt ook niet uit. Maar een goede lezer, die snapt welke geschriften ik ook mooi vind. Er is helemaal geen probleem tussen ons en Mohammedanen. Het is gewoonweg niet waar. Ja, je hebt wel Mohammedanen die zijn een beetje doorgedraaid. Een beetje feestvierders. Een beetje carnaval in Nederland. Laten we kijken wat er van komt. Ja, en die gaan natuurlijk het loodje laten. Ja, die gaan eraan. Dus terug naar waar we gebleven waren. Maarten Luther was het begin van de 16e eeuw. En dan kreeg je daarna een protestbeweging in Engeland. En dat was koningin Elisabeth I die dat echt vorm gaf. En op haar zijn 5 moordaanslagen gepleegd. En toen daarna kreeg je koning Jacobus de eerste, op zijn Engels gezegd, King James the First. En die maakte de Bijbel publiek. Nou, dat heeft een hele hoop, hoe noem je het, turmoil op zijn Engels. Maar dat heeft een enorme bak herrie veroorzaakt. Dat was niet de bedoeling. En de reden daarvoor is overduidelijk. Namelijk dat Confucius, toen hij zei: wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat Confucius, en die was dus geboren voor Jezus geboren had kunnen worden. Maar Confucius had wel gelijk. En die luiden zijn een bepaalde, groepen, moet je maar noemen. Er zijn bepaalde overtuigingen onder ons en die scheuren hier in Arnhem ook in de rondte met hele snelle auto's en motoren en dan broem, broem, broem. En ze steken vuurwerk af en ze schieten met pistolen. Het is echt een mooie stad om je dochter van 16 s'avonds later over straat te laten gaan.
En dat is het leven. Je moet daar maar doorheen zien te komen. Nou. Ik zou eigenlijk niet weten hoe dat moet. Maar ik weet wel dat ik ben bijna 60. Dus heb ik recht van spreken. Ik heb mij... Ik gooi al, als ik mijn handdoek nu in de ring gooi, dan kom ik in de bejaardenopvang terecht of zo. En daar ga ik gewoon lekker door. En ik hoor gewoon de allergemeenste bejaarden. Wat dat echt van die mensen zeggen van, oh, Perry Winkel, heeft hij dan gisternacht wel lekker doorgesopen? Of is hij al 's morgens om 6 uur wakker gestopt? Als die vrouwen dan horen, hij was 's morgens om 6 uur wakker, dan zeggen ze, oh, ik krijg nu al hoofdpijn. En dan mag ik gewoon lekker suipen in het bejaardentehuis. Je moet die bitches gewoon afzeiken. Je moet ze onder de knie houden. Tenminste, dat is een plan. Hè? Ik zeg niet dat het gaat lukken, maar het zou kunnen. Goed, we zijn dus gekomen. We hebben Maarten Luther echt wel goed gedaan nou. En we hebben teruggehaakt naar Jan Hus en Wycliffe. Van de 14e eeuw. En we hebben ook stilgestaan bij het protestantisme, wat in Engeland post ging vatten met Elisabeth de Eerste en dat familielid van haar, koning Jacobus de Eerste. En hij dus, King James, die heeft die Bijbel gemaakt. En het was een tweede kanonieke Bijbel. En laat die Bijbel nou niet eens zo gek veel stom zijn. Wil ik als Bijbelkenner zou er iets over moeten kunnen zeggen. Hè? Dus dat wordt nog allemaal reuze spannend over Jezus en de samenswering. En dit was dus deel 2 van Jezus en de samenswering. Tjus.